We staan op dit moment in de moskee van het grote kasteel van Ukhaidir. Dat is eigenlijk een beetje een mysterieus gebouw. Het lijkt misschien nog het meest op de desert castles in Jordanië, die u heel misschien kent. Het zijn grote, midden in de woestijn gebouwde kastelen en deze is wel heel erg groot. En eigenlijk is het, hoewel het een kasteel is, het heeft ook iets van een paleis. Het is immens, ook heel comfortabel en er is dus, waar we nu staan, een moskee in. Wanneer zijn deze gebouwen neergezet? Die discussie die is heel oud en de argumenten springen alle kanten op. In ieder geval, dit is zeker, toen het gebouw hier neergezet werd, in de eerste bouwfase, dat is pre-islamitisch. Dat kunnen we zien aan het feit dat er lokaal gemaakte Byzantijnse, gaat een vlieg voor mijn gezicht. Er zijn lokaal gemaakte Byzantijnse kapitelen en die zijn echt heel specifiek. Dat is echt iets wat onder Byzantijnse invloed moet zijn gemaakt. Een tweede aspect daarvan is dat het gebouwd is zonder acht te slaan op de vormentaal die op het Arabische schiereiland tot stand komt. Die komt uit Jemen en de Hijjaz. En daar is niet echt naar gekeken. Men neemt wel aan dat de oudste bouwfase van de Lachmide is. Dat was een Arabisch sprekende federatie van stammen die ten westen van Mesopotamië leefde en in dienst was van de Sassanidische keizers. Aan de overkant zaten dan weer andere stammen die met het Romeinse Rijk waren gelieerd en die hadden allerlei over en weer contacten. Later is hier dus een gigantisch paleis van gebouwd met de moskee waar wij nu in staan. We weten niet precies wanneer het gebeurd is. De leukste theorie vind ik zelf dat het een verwant is van een kalif aan wie het kalifaat was beloofd. En de zittende kalif Al-Mansur, die heeft die kerel uitgekocht voor $500.000 dirham. En toen is hij hier in Splendid Isolation gaan wonen. Nou, het paleis is Splendid Isolation en je besteedt er al makkelijk $500.000 dirham aan, dus het zou kunnen. Het gebouw is, als je het ziet van buiten, met 17 meter hoge stadsmuren, het ziet er geweldig uit. Een van de ontdekkers, het is namelijk een aantal keren opnieuw ontdekt, was Gertrude Bell, die ook een belangrijke rol speelde bij de vorming van de staat Irak. Maar die vond dit echt een van de mooiste ontdekkingen die ze ooit had gedaan. Dus ze heeft het heel zorgvuldig ingetekend allemaal, niet wetend dat 2 jaar eerder een Fransman het ook al had gedaan. En zo hebben we dus 2 prachtige vroege wetenschappelijke publicaties. Op een gegeven moment ontdekten ze dus dat het niet Lachmidisch was, wat ze aanvankelijk dachten, maar dat het gehele complex later herbouwd was. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de Kibla in de moskee die hier zit. Het is een hele vroege, hij is niet gericht op Mekka, dat is een latere ontwikkeling. Dus het is een heel oude moskee in een heel oud paleis. Ik wil er nog dit over zeggen. Als u boven mij kijkt, dan ziet u een tongewelf. Maar het is een beetje bijzonder. In de eerste plaats, het zijn hele lichte spitsbogen. En ook ziet u van die dwarslopende bogen in de decoratie zitten. Wat hier nu nog een decoratie is, wordt later heel erg uitgewerkt. En we zien hier in feite het allereerste aanzet voor een kalifaatstijl die later wordt overgenomen als de kruisvaarders het zien. En daaruit zal nog later de gotische stijl ontwikkelen. Er zijn wat eerdere voorbeelden. Ik meen te weten dat er al in 1080 ergens in Europa een booggewelf is met zo'n kruisdraadje doorheen lopend. En ik geloof dat dat ook, ik ben even kwijt waar dat is, maar er zijn eerder ontledingen, maar het is pas na de kruistochten dat mensen dit echt massaal gaan overnemen en er schitterende kathedralen van beginnen te maken. In feite begint hier wat eindigt met de dom in Keulen. Dat is eigenlijk wat je zou kunnen vertellen daarover. Het is een begin van een bouwstijl die vanuit de Arabische wereld naar West-Europa is gekomen. Het voordeel van een boogspitsgewelf, zoals het heet, is dat je er meer gewicht op kunt plaatsen. Het kan meter worden afgeleid naar de muren. Je kunt dus hogere, wijdere, lichtere constructies maken. Dat was het en we gaan straks ergens anders filmen.